Ikke, jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Ja, eerst een deel van ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Wat dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat we krijgen hier. Ja, toch? Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording en ik dacht dat kan niet. Dat mag. Dat. Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet sorry, wat echt, er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Allee, sorry, echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld ja, seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Plus het feit als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Maar. Ja, ik vind dus dat die echt niet kan hoor. Ik bedoel, meneer, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want het stond. Ja, dat zwijg ik liever. Excuseer. Ons mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de. Ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb het zelf geschreven. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt van de stemman. Maar. Ik vind dus dat dit niet kan horen, maar dat gebeuren is dat. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat u een half uur. Dit kan voor mij uitgelachen te worden, vlak in het gezicht kan plaatsen. Even naar, ja, dames. Excuse me,